Goedemiddag, u kijkt naar het weergenaal van weerplaza.nl. Er is flink wat bewolking aanwezig boven ons land en dat hebben we allemaal te danken aan een storing die zich ten noorden van ons land bevindt en waarvan de staart min of meer geleidelijk aan van noord naar zuid over ons land heen schuift. Dat kunnen we heel goed zien op de modelanimatie. Als ik de animatie in beweging zet, dan is inderdaad te zien dat de, de storing van, die zich gisteravond boven de Noordzee heeft gevormd, uiteindelijk geleidelijk aan over ons land heen trekt. En min of meer in een sleepende beweging geleidelijk aan naar het zuiden zakt. Verder naar het zuiden, dan wordt de neerslag wat meer buiig van karakter. En dat betekent dat het in het zuiden af en toe gaat regenen, maar dat er ook een aantal droge perioden zijn. Maar daar zal het dan uiteindelijk pas vanavond gaan regenen. Want als we even kijken naar vanavond, dan is te zien dat in het noorden van het land een aantal opklaringen aanwezig zullen zijn. En dat de meeste bewolking toch echt in het zuiden van het land zit. Daar ook dan af en toe die buien, maar alsnog ook de meest hoge temperaturen van ongeveer nog een graad of 12. Op het moment dat de storing wegtrekt vannacht, dan zal de temperatuur wat verder gaan dalen. Maar heel veel verder dan 6 of 7 graden daalt de temperatuur vannacht niet. De wolkenvelden zijn toch wel breed. En daarnaast is het ook zo dat de wind flink doorstaat. Matig boven land: windkracht 3 tot vrij krachtig aan zeewindkracht 5. Morgen is het dan wisselend bewolkt. En vooral in de zuidelijke helft van het land: toch nog eigenlijk best aardig weer. Zon en wolken wisselen elkaar daar af. En het is veelal droog met temperaturen van 11 of 12 graden. In het noorden van het land is iets meer bewolking aanwezig. En kan er ook af en toe een enkele bui vanaf zee binnendrijven. Daar temperaturen van 10 of 11 graden noordwestenwind is al flink aanwezig en is matig van kracht boven land. Windkracht 4, meestal vrij krachtig of soms eventjes krachtig. Windkracht 5 of 6 aan zee met de meest stevige wind op de Waddeneilanden. eilanden. De komende dagen, dan blijft het wisselvallig weer. Al lijkt vrijdag toch nog een best aardige dag te worden. In het binnenland kan weliswaar een enkele bui vallen, maar toch in de kustprovincies vaak ruimte voor de zon. En temperaturen tussen 11 en 13 graden. De wind is iets rustiger dan op donderdag en daardoor zal het buiten ook een stuk meer aangenaam aanvoelen. Zaterdag op veel plaatsen dan in de dag, temperaturen van 10 tot 12 graden, iets meer wind ook dan op vrijdag. En daarnaast is het zo dat we de zon af en toe nog wel een keertje gaan zien tussen de buien door, maar het aantal buien zal wel talrijk zijn. Zondag zijn er dan iets minder buien, omdat er uitlopen van een hoge drukgebied min of meer wat dichterbij komt. De temperaturen die blijven gelijk met 10 tot 12 graden, maar alsnog is het zo dat het lang niet overal droog blijft. De temperatuur die houdt ook niet echt over. Waar we bijvoorbeeld afgelopen zondag nog een heerlijke 20 graden hadden zien we die voorlopig in elk geval niet meer in onze verwachting terug. Zaterdag de laagste temperatuur van de komende dagen. Zondag als de zon wat vaker schijnt kan de temperatuur nog rond een graad of 12 of misschien 13 uitkomen. Dan wordt de spreiding groot na het weekend. Het is nog eventjes afwachten wat precies de koers zal zijn van de storingen op tweede paasdag. Maar het lijkt erop dat we te maken gaan krijgen. Toch nog met een aantal buien maar ook zullen er een aantal droge momenten zijn met soms wat zon. Volgende week is het dan zo dat in de nachten in een opklaring de temperatuur toch wel flink kan dalen met misschien een vorst de grond en overdag zal de temperatuur veel rond de graad of 12 en 13 uitkomen. De neerslag voor de komende dagen, de hoeveelheden zijn niet heel groot. Al lijkt komende maandag, zaterdag en ook woensdag op sommige plekken nog wel vrij nat te kunnen worden, maar verder zijn de neerslagkansen vrij laag en als er wat valt is het niet heel erg veel. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl.